All right, listen up, everyone. They've announced that the technical regulations are changing for next season. Now, there's a risk a lot of our hard work could be undone if we're not careful, so let's figure out how to mitigate this. Drivers, take a look at the developments we have and let us know what you want to invest in protecting. All right, everyone, let's get on top of this. Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 8 hier in Italië. Heb je aflevering 7 in België gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zie de aflevering schijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien, druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je geen enkele video meer van me missen. Er komt de regulatieverandering aan in seizoen 2, dus daar moeten we voor oppassen. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. Nou, hier zijn we dan dus. De Temple of Speed in Italië. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Ik verwacht toch wel misschien een derde startplek, want we zijn bloedsnel op het rechte stuk, maar we verliezen gewoon tijd in de bochten, dus daar moeten we gewoon tijd gaan winnen eigenlijk. We komen aan in sector 1 en dat is paars, goed om te zien. We komen aan bij Parabolica. Over start finish en het is een P1 met een 1.20.9 op dit moment. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. We beginnen op de softbanden. En kijk eens die topsnelheid. 349. Dat is iets te enthousiast. 349 km per uur. Best wel hard. En dat gaat denk ik in de race nog harder met slipstream en zo. En dat soort allerlei shit die er allemaal bij komt kijken. Bij de grote prijs van Italië. Weer paars in sector 1. Perez nu met de snelste tijd in Q2. En wij dus weer naar een P1 met een 1.20.7. Q3 dan inmiddels aangekomen. Weer DRS geopend. Nu dus. En de topsnelheid is 349 km per uur. Harder kunnen wij volgens mij ook niet. We hebben Esteban Ocon voor ons. En geen regen verwacht, want ik heb er toch nog even naar gevraagd. Vanwege de lucht die er wat bewolkter uitziet. Het is een P2 op de 90.000 van Verstappen. Geen 30.000, 90.000. We zijn inmiddels doorwezen naar P4, omdat Hamilton en Valtteri Bottas sneller zijn gegaan. Hamilton heeft de pole in handen. De delta is weer in het groen, goed om te zien. Dus we zijn sneller onderweg dan mijn vorige tijd. Paars in sector 1. 37.000 sneller dan Valtteri Bottas. Ik denk ook dan Lewis Hamilton. Groen in sector 2. Nog een paar seconden op de klok. Dan komen we aan bij Parabolica. De laatste bocht van het circuit. Een beetje wijd, maar geen track limit. Gelukkig. En we komen op een P3. Op 2/10 van Lewis Hamilton. En met qualifying complete. Dat is dus ook onze startpositie, P3. Hamilton en Bottas zijn sneller gegaan. Maar voor Charles Leclerc, dus drie Mercedes zijn eigenlijk in de top 3 van de motoren dan. Want ja, wij rijden ook met Mercedes motoren. En Ferrari schiet zichzelf hier in de voet. Volgens mij Verstappen het op, Kvyat heeft het gewoon op 3 setjes banden gedaan. En hier hebben we Claire voor het interview na de kwalificatie. Jazeker! We hebben een goede kans om misschien al de leiding te pakken naar de eerste bocht toe. Want slipstream is hier gewoon heel erg belangrijk. Nou, we zijn
eigenlijk, ja, zijn we bezig om dingen te adapteren. Dus veilig te stellen voor de regulatieverandering. Rivaliteit breakdown met mezelf en Kimi Räikkönen. Plus 2 voor mij, plus 1 voor Kimi. 22 tegen 16 met nog 2 wedstrijden te gaan. Goed om te zien dat dat zo is. Team Acclaim, level 9 mijzelf. Level 7 de Letras en level 12 het team. Mooi. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nou, we gaan het gewoon zien voor de grote prijs van Italië. We starten nog P3. En misschien kunnen we de overwinning pakken als we een slipstream hebben in de eerste bocht. Daar gaan we dan voor career aflevering 8. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now, can I talk to you about Pierre Gasly? As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have the rookie, Leclerc, Max Verstappen, and Kvyat, Stroll, Perez, Ocon, and Alexander Albon, Sainz, Vettel, Lando Norris, and Ricciardo, Giovinazzi, Delatraz, George Russell, and Kevin Magnussen. Räikkönen, Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and Romain Grosjean sits at the back of the grid. And now it's time to head down to... After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Nou, we moeten het momentum mee zien te nemen na de vorige wedstrijd, zegt Jeff. Na die puntenfinish. We starten vanaf P3. Soft, hard is de strategie. Maar het kan zijn dat we soft, medium doen. We nemen 3 ronden extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor career aflevering 8 voor de grote race van Italië. Mighty Career Mode. We starten op P3. En we zijn onderweg. En we hebben een prima start. Beter dan Bottas. Ook beter dan Hamilton. Net niet die muur geraakt. Maar hier dan al 3 dik. Naar de run, naar de eerste bocht toe. En de leiding veroverd. Gele vlag. Boeit ons helemaal niks. Maar een perfecte start gemaakt in Italië. Gelijk de leiding veroverd. Gelijk toegeslagen. En nu dit zien vol te houden. Hamilton valt wel terug aan. Maar we remmen een seconde later dan de Brit. Uitstekende start hier dus. Ronde nummer 2. We zetten de snelste racerstand met een 1.26.5. Lewis Hamilton kijkt hier naar de buitenkant voor een aanval voor de leiding. Hij remt heel laat. We laten hem uitrollen. En die leiding is nog steeds van ons. Goed om te zien. Dus Hamilton kan nu even niks. Paars in sector 1. Rood in sector 2. We verliezen hier wat snelheid ten opzichte van Lewis Hamilton. Die kijkt hier naar de binnenkant. En hij is er nog niet voorbij. Bottas kijkt hier ook naar de buitenkant. Een licht touché met de Finn. Hamilton moest op zijn rem gaan staan. Anders was hij gespind. En nu zit Valtteri Bottas achter ons. Ronde nummer 4. En hij zet ook dezelfde richting met een 1.24.0. Albon zet een 1.23.9 neer. Hamilton kijkt er naar de buitenkant. Wij vallen hier Bottas terug aan om de leiding. Geven net wat extra gas en daardoor hebben wij de leiding weer heroverd van Valtteri Bottas.
Een beetje pingpong is dit. Op en neer gaat het van de leidingen. Dat soort dingen. Ronde nummer 5 inmiddels. En Bottas kijkt hier weer naar de buitenkant. Nou, hij beweegt wel wat naar de rechterkant. We moesten wat actie ondernemen. Anders hadden we een voorvleugelschade. En hebben Bottas daar wijd geduwd. En we rijden nog steeds aan de leiding. P1 op dit moment. Achter ons Lewis Hamilton. Maak hier een klein foutje door op het grind te gaan rijden. En Hamilton ziet die kans en gaat er voorbij. Nou, Hamilton remt veel te vroeg. Maar daardoor verpesten wij wel onze exit. Dus kan Hamilton hier weer terug aanvallen en de banden zijn er ook wat beschadigd, ook al wat aan. Bottas zit te kijken bij Lewis Hamilton. Nou, Lewis Hamilton keek daar gewoon nog. Daar was geen gat, Lewis, dus ik weet niet wat je daar wou doen. Maar goed, nog steeds de leiding. Ronde nummer 6 inmiddels. En we gaan naar de medium band. Maar we gaan nu nog niet naar binnen. En Hamilton is er voorbij? Vraagteken. Nee. Remt wel laat, maar we remmen weer een fractie later. Sturen daar wijd en wij behouden nog steeds de leiding. Er zijn nog 20 rondes te gaan. Terwijl Lewis Hamilton ons voorbij rijdt, zegt Jeff, ja, we hebben wat schade aan de power unit, denk ik. Wordt wat langzamer, zegt hij. We hebben trouwens weer de leiding veroverd, want we remden weer diep in bij Lewis. Die moet nog even wachten. Kijk daar naar die binnenkant. Maar hij zette die aanval niet door. Momentje op die curbstones. En wij blokkeren Valtteri Bottas bij de exit. We gaan dus naar binnen en gaan voor de medium compound. Wij duiken volgens mij als enigste naar binnen, want de rest blijft allemaal buiten. De pitstop is wat aan de lagere kant helaas. Gasly is ook naar binnen voor de harde banden. En wij komen als één en laatste weer de baan op. In deze strategie moeten we nog één keer naar binnen, maar ik ga het dus niet doen. Ik ga dus de race hierop proberen uit te rijden met nog 17 ronden te gaan. En voor ons rijdt Nicolas Latifi, George Russell en Louis Deletras. Die houden elkaar hier gewoon zo erg op dat wij gewoon kijken bij drie man hier. En we zijn er voorbij, vraagteken. Ja, we zijn er voorbij. Deletras gaf niet op en die gaf ons een tikje op het achterwiel. Daardoor raakten wij de auto van George Russell. Maar goed, drie man verschalkt in één bocht. Goed gedaan. De rest is nu ook allemaal naar binnen en wij komen terug op P13. We moeten nu naar Romain Grosjean rijden. Latifi en Deletras rijden gewoon nog door op die soft compound. Ik ben benieuwd wat hun gaan doen. Gaan hun dan naar de harde compound? Valtteri Bottas is uitgevallen. Gele vlag in sector 2. Hij staat daar vlak voor Lesmo 1. Daar dus. Eén uitvaller dus. Valtteri Bottas. Okay, clear. Groene vlag. En we kunnen weer gaan racen. Grosjean duikt naar binnen. En wij zetten een 1.23.0 neer. De snelste pitstop. Sorry. De snelste ronde tot nu toe. Dat zeg ik nou weer met pitstop. De snelste ronde dus.
Louis Deletras is ook naar binnen. Als 23 seconden een snelle pitstop is, dan weet ik het ook niet hoor, maar je weet maar nooit. We wouden er even profiteren van de slipstream van Alexander Albon of Lando Norris. En we rijden weer aan de leiding op de medium compound. Hamilton dus naar P2. Charles Leclerc naar P3, Verstappen naar P4, Danny Fiat naar P5. Er is een nieuwe strategieoptie om in ronde nummer 20 naar de softbanden te gaan. Maar wat ik net al zei, ik ga hier de race gewoon op uitrijden, want er zijn nog maar 20 ronden te gaan in de wedstrijd. En dat heeft gewoon geen zin om naar binnen te duiken en achter een stel auto's aan te rijden. Dat heeft gewoon helemaal geen zin. Lewis Hamilton is in mijn DRS-zone gekomen en gaat dichterbij komen, denk ik. Ja, hij is dichterbij gekomen. 16e ongeveer en daar is Hamilton ons dan gepasseerd, maar wij vallen hier weer terug aan, raken elkaar en we moeten zodanig afremmen dat we bijna tot stilstand komen in bocht nummer 1. Daardoor kan Verstappen en Leclerc naar ons toe rijden. En dat gat is maar 2,1 seconden met Charles Leclerc en 1,7 met Max Verstappen, onze landgenoot. En dat in ronde nummer 19. We hebben wat schade denk ik aan de ICE, zegt Jeff. Denk eraan dat we wat power verliezen. En dat is heel vervelend, want dit is gewoon een power circuit. En als dat gewoon zo is, dat probleem, dan denk ik misschien dat wij het nog heel zwaar gaan krijgen voor de resterende uit mijn hoofd 9 rondes, 8 rondes. Dus we moeten alles op alles zetten. Ja, om de wedstrijd te kunnen winnen. Om onze allereerste overwinning te pakken in F1 2020 My Team Career Mode. Het zou wel heel vet zijn als dat gebeurt. Maar eerst Lewis Hamilton van ons afzien te rijden. We gaan, als het aan de pitstopstrategie ligt, naar binnen. Maar dat gaan wij dus niet doen. We zijn bij de hand terwijl Hamilton naar de buitenkant kijkt. En wij sturen wat later in en hij moet bijna op de rem staan. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. De capaciteit van de energy die is kapot. Dus ja, hoe meer energy wij vasthouden, hoe sneller die leeg gaat lopen, zegt Jeff. Dus daar moeten we voor oppassen. Ik weet niet wat hij zei. We verliezen of we winnen 2 seconden van de auto voor ons. Achter ons. Er zijn nog maar 5 rondes te gaan. En misschien kan Leclerc profiteren van dit gevecht. Dat hij naar een podium gaat. Dat zou wel vet zijn voor een Ferrari fan. Maar wij moeten gewoon de overwinning behouden. Wij moeten de overwinning gewoon halen. We maakten er wel een klein foutje op het grind. En we waren de auto bijna kwijt. IRS overtakeknop ingeschakeld, die is nu weer uitgeschakeld. Lewis Hamilton kan alleen maar naar ons toe rijden. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen, Charles Leclerc en Alexander Albon. Dan volgt zometeen ronde nummer 23. En dan ben ik benieuwd of Lewis Hamilton zometeen weer aangevallen voor de leiding. Ik denk het wel, want hij is er dichter op dan voorheen. 2/10 is het maar. 1/10. Daar komt Lewis Hamilton aan de buitenkant. We remmen net wat later dan de Brit. Sturen weer wat later in. En Verstappen is naar P2 gegaan. Een 1-2'tje voor Nederland is het nu eigenlijk. Maar ik denk dat Verstappen een gooi gaat doen naar die P1. Hij kijkt daar naar die buitenkant. Wij schieten een klein beetje door. Max rijdt tegen ons aan. Maar hij zit daar nog. Aan onze binnenkant. Maar nu moet hij helaas opgeven. Want de Honda motor is niet zo sterk als de Mercedes motor. Kijkt nu wel naar die buitenkant. Dankzij die
DRS. En is hij nog niet voorbij. In ronde nummer 24. Ronde nummer 25. Stappen kijkt nu wel naar die binnenkant. Spint daar bijna. Was de auto daar bijna kwijt. En moet die positie afstaan aan Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Alexander Albon. Dus Verstappen gaat niet naar het podium in Italië met nog twee rondes te gaan. Hoppa, wat doet Charles Leclerc daar in één keer? Die rijdt daar als een gek in één keer. Hamilton en Albon eruit. Die remt daar als een gek. Albon en Hamilton eruit. Wou ook ons eruit remmen, maar het is niet gelukt. Charles Leclerc nu naar het podium voor Ferrari. Dat gaan de fans helemaal te gek vinden. De laatste ronde gaat zo meteen in. En betekent dat Charles Leclerc hier de wedstrijd gaat winnen. Hamilton is voorbij aan Charles Leclerc. Alexander Albon kijkt bij Charles Leclerc. Leclerc valt weer terug aan bij Lewis. Wij blokkeerden Lewis daar. Wordt in één keer 3 wijd hier in bocht nummer 1. Leclerc naar P2, maar Hamilton zit daar nog. Een bloedstollend einde hier van deze grote prijs. Ik denk dat wij hem gewoon gaan winnen. Als wij niets geks doen. Hamilton kijkt hier naar de buitenkant, maar daar is geen ruimte. Hij moet nog even wachten voor een echte aanval. We gooien onze overtakeknop aan en Hamilton kan niet naar ons aanvallen. Dat betekent dat wij onze allereerste grote prijs in My Team Career Mode winnen. Lewis Hamilton naar P2. Charles Leclerc pakt voor Ferrari een podium. Uitstekende wedstrijd dit. Optimaal geprofiteerd van de start. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Singapore. We hebben alles wat we wilden vandaag. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus onze allereerste grote prijs in My Team Career Mode. We pakken ook een snelste resultaatpunt. Lewis Hamilton naar P2, Charles Leclerc naar P3, Albon naar 4, Verstappen 5, Fiat 6, Stroll 7, Perez 8, Sainz 9 en Gasly naar P10. Hij krijgt ook Driver of the Day. Terecht. Mercedes wint het constructeurskampioenschap. De letters naar P19. Teleurstellend. En wij dus naar P4 in het klassement van de coureurs en P4 in het constructeursklassement. We pakken Charles Leclerc en klimmen richting Max Verstappen. En hier hebben we Claire voor het interview na de wedstrijd. Nee, zeker niet, want de concurrentie lag gewoon op de loer. En we hadden gewoon geluk bij de start. It's looking like the championship is already won. Do you think there's still time for this to change? Nee, ik denk het niet. Maar je weet maar nooit. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Jazeker, ze zijn ja, dat is zeker. Well, look, maar het team heeft ook gewoon een goede auto gebouwd. Went a lot better than last weekend, didn't they? Nou, België was ook gewoon een prima weekend hoor, dus ik weet niet welke race jij hebt gezien. Rivertake breakdown met mezelf en Kimmy. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Raikkonen. 27 tegen 18. Op dit moment dat winnen we dus. Goed om te zien. Team McLean met mezelf en Louis de Leter als level 9. Mijzelf level 7, Louis level 12. Het team. Oké, goed. De cash. Twee sponsoren dus binnengewerkt. Eentje helaas niet.
Louis heeft wel wat schade gereden, jammer. Maar het is niet anders. In totaal 6,36 miljoen dollar binnengeharkt. Mooi. I think we've got room for some more investment. Ja, Carl zegt, we hebben misschien ruimte voor meer investeringen, maar dat zien we gewoon in de volgende wedstrijd. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hebben jullie genoten? Beloon het vooral met een like. Ben je nu op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career moet zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een like belletje op aan, zodat jullie geen enkele video meer van me missen. Reageer wat beter kan moet worden. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Singapore.